Ik weet zeker dat jij niet sneller een like kan geven dan dat ik mijzelf extra snelheid kan geven in Roblox. Als jij nou wel sneller bent met like, heb je extra geluk in je leven. Maar ik weet dat je niet sneller bent. Sorry, ik geloof in je, maar come on, ik ben sowieso sneller. Het enige wat ik moet doen is op een van deze knoppen staan en jij moet de like-knop vinden. Je moet erop klikken, dan moet de like verwerken. Het gaat je niet lukken. Sterker nog, ik kan mijn hoofdtelefoon, mijn pet en mijn shirt goed zetten. En alsnog ben ik sneller, dus let's go, rip! En ik ben sneller! Oh my gosh, ik ben misschien een beetje te snel. Ik ben zo snel dat ik per ongeluk een hoofdtelefoon heb opgezet. Amazing. Vandaag is... Nee, ik wil niet zo snel zijn. Dit is echt super annoying. Vandaag is het een heel speciaal moment. Wij krijgen namelijk te maken met de Imposter King. Ook wel de Rainbow Imposter genoemd. Veel mensen hebben er misschien nog nooit eerder van gehoord. Maar geloof me als ik zeg dat het de allerkrachtigste Among Us Imposter in Roblox is. Laten wij onszelf geel maken als een Lego poppetje. Want, you know, dat is op zich best cool. We kunnen er een vliegend tapijt bij pakken. We kunnen er een radio bij pakken. We kunnen er een vliegtuig bij pakken. We kunnen er een gravity coil bij pakken. En last but not least kunnen wij er een speed coil bij pakken. En natuurlijk moeten we er een beetje episch uitzien. Kablam! We lijken nu letterlijk op zo'n Lego poppetje wat door iemand is aangekleed die nog nooit met Lego heeft gespeeld. Oké, there you go. Waar is de imposter? Oh my gosh. Ben ik de enige die dat zag? Oh my gosh. Hallo? Oh my pepperoni met kruidenkaas. Dat is serieus bizar. Oké. Okay. Dit hier is dus niemand minder dan de Imposter King. En voor de mensen die geen idee hebben hoe dit wezen is gecreëerd. Oh my gosh! We hebben zijn kroon gestolen! What? You are kidding me! Oké, dus op een of andere manier liepen we per ongeluk tegen zijn kroon aan. En nu hebben wij die opgezet. En you know... Het verschil in grootte is nogal aanwezig. Oh my gosh. Okay, dat is een van de meest geniale dingen die ik ooit heb meegemaakt in Roblox. Oké, het volgende wat we gaan doen, niet te vergeten, is wij nemen een... gewoon een epische dam en dan strekken we aan. Dan gaan we hier naar beneden en dan hebben we gelijk te maken met een aantal van de karakters die wij out... ik wou zeggen die we out of the world gaan laten vallen, maar toen ben ik ingemaakt. In ieder geval, hoe is deze gigantische Rainbow Imposter gecreëerd? Ik zal het kort uitleggen. De creepypasta's die werken altijd aan verschillende soorten projecten. Aan verschillende soorten machines, elektronica, manieren om te teleporteren, manieren om Roblox-spelers in te maken. En ze hebben een machine gecreëerd waarmee ze meerdere wezens kunnen combineren tot één wezen. En wat hebben ze dus gedaan? Nou, dat zal ik uitleggen. Ze hebben elke kleur imposter gecombineerd tot één gigantische rainbow imposter. Dus alle kleuren zijn samengegaan, alle lengtes van de imposters zijn gecombineerd, vermenigvuldigd. En nu hebben we dus een gigantische imposter eindbaas. It's pretty disturbing if you ask me, you know. Maar ik ben groen en ik heb er zin in. En mijn hand is paars. Best wel grappig trouwens. Oké, there we go. Oh my gosh. Oké, luister. De grote vraag is... Kunnen wij deze karakters... Ik ga ze eerst allemaal bij elkaar krijgen. Let's go. Let's go. Yes! You are kidding me right now. We hebben ze letterlijk allemaal out of the map laten vallen. Maar uiteraard spannen ze terug, you know. Uiteraard spannen ze terug. Wauw, deze imposter is gigantic, bro. Dit is echt de allergrootste imposter like ever. Dit ding is major. Dit ding is echt huge. Like, dit is insane. En zelfs als ik zo hoog vlieg, kan ik ze out of the world laten vallen. Oh my gosh. Oké, dat is echt serieus geniaal. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Op het nippertje. Nee, dit is echt heel erg gaaf. Ik moet zeggen, imposters in Roblox zijn niet zeg maar de allereerste creepypasta's. Ook niet echt een van de oudere creepypasta's. Het zijn eigenlijk de nieuwere creepypasta's in Roblox. En des te epischer het is om zo'n gigantische regenboogvariant ervan te zien. Dit is amazing. Check. Oké, ik wil ze dan drie keer scheepsrecht, right? Drie keer scheepsrecht. Oké, nu ga ik het alleen zonder... Ga ik het zonder ballon proberen? Oh my gosh. Oh my gosh. Sorry. Doei doei. Oh, yes. Oh my gosh, we zijn aangekomen in een Among Us imposter obby. En ik ben zo benieuwd hoe lang wij deze obby kunnen spelen zonder ook maar één keer af te gaan.
Ik heb het idee dat dat nog best wel eens... Ik heb het idee dat dat nog best wel eens lastig kan worden. Maar we're gonna try it anyways, you know. Het ziet eruit als een best wel interessante hobby. En zeker de moeite waard om even uit te proberen. Oh my gosh, er staat letterlijk een exact dezelfde soort imposter. Afhankelijk van of wij natuurlijk een imposter zijn. Hè? Want in het spel Among Us is het niet zo dat iedereen een imposter is. Een imposter is namelijk een soort van de bad guy. Het is een soort van degene die iedereen inmaakt, you know. Het kan best zijn dat dat... Oh ja, dat daar is sowieso een imposter. Zeg maar die rode met zeg maar die scherpe tanden en die tong. Definitely. Dat is een imposter. Daar kan ik niks anders over zeggen. Dat is... Serieus. Dat is sowieso een imposter. Wat ook wel leuk is aan dit spel, is dat je hoe dan ook speelt als een Among Us karakter zijnde. En dat het dus niet zo is dat als je afgaat, dat je dan zeg maar je Among Us skin weer kwijt bent. Wat toch op een of andere manier in een hoop hobby's wel het geval is. Dus dit is een best wel interessante hobby. En ik hoop gewoon dat we niet te vaak afgaan. Want, you know, kijk, weet je, het is niet erg om af te gaan in een hobby. Het is namelijk vaak zo dat je dus met checkpoints werkt, net zoals in dit spel. Dus dat maakt in die zin niet heel erg veel uit, maar at the same time is het natuurlijk ook alweer een soort van fijn. Als je gewoon, you know, in één rechte lijn gewoon kan spelen en zo min mogelijk afgaat, want dat is toch wel een soort van de bedoeling. Oké, there we go. We moeten voorzichtig blijven. Nee! Oké, we gaan opgegeten. Nee! Come on now! Oké, we gaan waarschijnlijk opgegeten worden. We gaan waarschijnlijk... Maar wacht, moeten we via zijn tong, of niet? Of moeten we gewoon echt letterlijk opgegeten worden? Oh, we zijn letterlijk opgegeten. En ondertussen mogen we dan de lasers van deze trappen niet aanraken. Dit is een serieus best wel lastige hobby, you know. Oké, even checken. Gaan we van links naar rechts of gaan we van rechts naar links? Laat in de comments weten wat jij zou doen. Van links naar rechts, I guess? Ja, tenminste, dat is altijd nog een beetje de grote... Nou, ik wist het, hè. Ik wist dat hij ons op het allerlaatste moment in de maling ging nemen. Zo ongelooflijk flauw. Oké, dus het is midden. Het is, of links, midden, en dan is het waarschijnlijk weer links, I guess. Ja, oké. Rechts mag vandaag niet meedoen voor wat betreft meer keuzevragen. Oké, there we go, there we go, there we go. Oeh, als we daar opkomen op dat blauwe, dan worden we heel snel naar de zijkant gegooid. Dus dat is iets wat we zeker moeten proberen te voorkomen. Wow, dit is echt een van de meest steile trappen ever, bro. You are completely kidding me right now. Dit is serieus bizar, maar het is wel een hele interessante hobby. En we hebben vandaag het opgenomen tegenover de gigantische Rainbow Imposter. Dus dat was ook alweer een avontuurtje op zich. Oké. There you go. Nou, dit is op... Dit is wel te... Dit is op zich best wel te doen. Dit is op zich best wel te doen. Kijk, je zou kunnen zeggen dat je van links naar rechts gaat bijvoorbeeld. Dat is ook een optie. Maar je kunt ook gewoon alleen maar rechtdoor springen. Nice, let's do this. En hierbij mag je denk ik het rode niet aanraken, I guess. Zeg maar, bij sommige hobby's zijn de obstakels en de levels wat anders dan bij de meeste. En dan moet je dus een beetje proberen je draai te vinden en erachter te komen hoe dat precies in elkaar zit. Maar hier is dat op zich best wel een soort van te doen, you know. Oké, there we go. So far, so good. Let's do this, bro. Alrighty. Oké. Ik ben wel benieuwd hoe ver we dat gaan halen in deze hobby. Ik weet niet of ik hem helemaal kan uitspelen. Want het is geloof ik wel echt een hele lange hobby vergeleken met de meeste hobby's die ik tot nu toe heb gespeeld. Voornamelijk als we het hebben over Among Us hobby's. Deze die ziet er wel een stukje lastiger uit. Maar waar moeten we uiteindelijk zijn? Ah, wacht. Ik denk dat ik het al merk. Ik denk dat ik dan een soort van door heb. We moeten nu letterlijk rechtdoor, rechts, rechtdoor. En dan zijn we er. Oh, dit is zo naar. Of nou, tenminste, het valt op zich best wel mee. Als je gewoon de hele tijd dezelfde soort sprongen blijft maken, dan is er niet zoveel... Waarom zeg ik dat ook letterlijk op het moment dat ik afga? Als je gewoon alsmaar dezelfde soort sprongen blijft maken, dan is er niet zoveel aan de hand, wou ik zeggen. Alright, we hebben het gehaald. Nou, hier mogen we waarschijnlijk het rode... Rood is meestal de kleur in Roblox waar je een klein beetje voor uit moet kijken. En dat zeg ik terwijl ik zelf een rood pakje draag. Maar het is wel zo. Oké, there we go. Gewoon heel erg voorzichtig. Uitkijken en ervoor zorgen dat we niet naar beneden vallen. En hierbij ook weer dat we het rode niet aanraken. Oeh, dit ziet er creepy uit. Oké, nee, ik denk dat we er dus op zich wel bijna zijn. Dus ik denk dat we hem vandaag gaan halen. Ja, we gaan deze hobby sowieso vandaag halen. Het is wel goed in elkaar gezet, moet ik zeggen. Maar in sommige hobby's dan zeggen ze van, dit is een Among Us hobby. En dan speel je hem en dan is er letterlijk niks te bekennen van Among Us. Maar in dit spel is het wat anders, alright. Zeg maar, in dit spel merk je wel dat ze echt de moeite hebben gedaan om zoveel mogelijk van Among Us erin te verwerken. Misschien qua obstakels dat ze het een beetje minimaal hebben gehouden. Maar ja, welke obstakels zijn er eigenlijk ook in het Among Us spel? En je hebt natuurlijk, oeh, wacht even. Oké, nice. Ja, alright. Oké, dat is hem sowieso niet. En nice, okay, we hebben hem gehaald. Misschien een klein beetje flauw, omdat we gewoon een beetje checkt hoe die andere deed. Maar hey, op zich is het ook alweer een verstandig idee. Alright, 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 alright. Dan hebben we hier een soort van lava spinner, I guess. Oeh, die zijn altijd lastig. Die lava, oké. Hij maakt je niet in één keer in. Dat vind ik ook wel zo eerlijk, want dan zou het echt heel... Wacht eens, dat kan ik niet gewoon... Oh my gosh, ik kon er gewoon in één keer overheen. Dat was op zich een best wel slimme tactiek. Dat heb je ook vaak in minigames. Dan is er zeg maar zo'n lava spinner en dan blijven mensen in het midden van die spinner staan. Dat is misschien iets wat niet als eerste in je opkomt, maar het is wel een hele slimme tactiek om zeg maar gewoon, ja, je nou niet af te gaan.
Oh, we zijn bijna bij het einde van de lobby, dames en heren. We zijn bijna bij het einde. Oh nee, er is een multiple choice. Dus voor nu een beetje opletten, dan weten we misschien hoe die werkt. Oké, wacht. Deed hij nou drie keer midden? Nou, hij deed denk ik rechts, midden, midden. Ik denk, nee. Oké, dan deed hij denk ik links, midden, midden. Hij deed, of midden, midden, midden. Dat kan ook. Nee, links, midden. Nee, wat deed hij nou? Oh my gosh. Oké, dit is best wel een soort van lastig. Dus links, rechts. En dan sowieso midden. En dan weer midden, I guess. Nee, oké, wacht. Dus links, midden, rechts. Oké, ik weet links, midden, rechts. En dan weet ik dat de laatste is midden. Dus links. Oh, weet je wat? Kunnen we niet gewoon één leveltje overslaan? Eén leveltje. Ook gewoon het laatste leveltje, weet je. Dat is ook niet heel erg. We hebben het gehaald! Yes! We zijn bij de party! Hey, that's pretty amazing, bro. That's pretty amazing. En we hebben hier zelfs een rainbow path. Like voor meer en adios!